In het Westland, bij Den Haag, is al maandenlang een bandenprikker actief. Van de week sloeg hij toe hier in Monster. Ik werd 's morgens wakker. Ik zag dat de straat helemaal afgezet was. Ik zag allemaal buren buiten lopen, naar hun auto's kijken. En een heleboel politie in de straat. Wat vindt u ervan dat de bandenprikker ook uw auto te grazen heeft genomen? Ja, dat vind ik echt zwaar waardeloos. Zo'n 30 auto's in Monster waren afgelopen week een doelwit van de bandenprikker. Nou, ik denk dat de mensen in Monster bijzonder verontwaardigd zijn over deze... Ja, dit zijn toch laffe praktijken. Ik bedoel, als je hier nou je eer mee wilt behalen, dan denk ik, dan sla je toch echt de plank mis. Mensen zijn boos. Verontwaardigd. Teleurgesteld, het is zorgelijk, een gevoel van onveiligheid gaat er heersen. Nu zijn er diverse WhatsApp-groepen in Monster. Wat kunnen die op dit moment betekenen, die WhatsApp-groepen? Nou ja, de aanleiding is natuurlijk, had ik liever anders willen zien. We zijn al tijden bezig als buurtpreventie Monster om eigenlijk overal in het Monsterse een WhatsApp-groep te creëren. Met als één buurtprevent dan zeg maar erbij. Zodat hij van ons de informatie krijgt, de informatie van politie en gemeente. En dit is natuurlijk een prachtige aanleiding. En ik hoop van harte dat mensen zich even op hun hoofd krabben. En zo'n WhatsApp-groep in hun eigen buurt. En laten ze dan even contact opnemen met de buurtpreventie. Want dan kan er iemand van de buurtpreventie aansluiten. Dan kunnen mensen dus zodra ze een verdachte situatie zien, meteen een bericht op die WhatsApp-groep rondsturen. Dat is het idee. Dat is het idee. En dan moet je ook eigenlijk met een aantal mensen naar buiten en zo iemand aanspreken op een hele vriendelijke manier, maar toch dat hij weet dat hij in de smiezen wordt gehouden.